Brett Gabriel, dit was je officiële debuut voor Lokeren Temse. Ik durf te denken dat je je debuut anders had voorgesteld. Ja, dat is echt correct, inderdaad. Het is zeer pijnlijk vandaag. Zeer zure nederlaag, vind ik. Je ziet het ook wel in de kleedkamer. Het is een hele zure. Het meest slechte scenario voor jullie gebeurt natuurlijk. Hè. Jullie als thuisploeg komen 0-1 achter, al heel snel. En dan merk je dat het er heel moeilijk doorkomen is. Hè. Ja, inderdaad. Dat is natuurlijk ook een spel. Dus ja, als je dan 0-1 achterkomt, dan weet je dat het niet makkelijk wordt. Ik vind dat we wel tweede helft beter beginnen voetballen zijn. En hebben we echt getoond wat we kunnen. En we kunnen gewoon supergoed voetballen. Het is natuurlijk jammer dat we dan vandaag toch verliezen. Het is eigenlijk 5 minuten dan snackt vandaag. En dat is zuur. Tijdens mijn live commentaar zei ik, Lokeren Temse lijkt nog een ploeg die wat zoekende is naar zijn plekje in het profvoetbal. Vind jij dat een juiste analyse? Nee, ik vind dat niet. Vorige week ook. Allee, veel mensen 4-0, maar sorry. Ik denk dat we in het begin gewoon goed aan het spelen waren, ook tegen Club Next. En vandaag ook weer. Dus het zit in de details. Die details gaan wij... je moet ook naar jezelf kijken. En die details gaan wij zelf ook beter moeten doen. En dan denk ik dat we mooie dingen kunnen laten zien, want dat hebben we ook al gedaan. Hoe voelde het voor jou persoonlijk, naar aanloop van deze wedstrijd? Ja, super, super content natuurlijk om te spelen. Dat is waar ik voor werk natuurlijk. Zeker ook in dat stadion met die sfeer, met die supporters, is super. Maar zoals je in het begin al zei, hoop je dan wel heel de week dat het anders gaat lopen dan vandaag. Is er nu nog één les die je nu al meeneemt naar de volgende wedstrijd toe? De details. Die naar jullie kant moeten gaan. Inderdaad. Dankjewel, Brent. Graag gedaan. Mohamed Soumaré, comment vous analysez cette défaite pour votre équipe ce soir? Je pense que dans l'ensemble, encore une fois, on fait quelque chose de consistant. On propose quelque chose d'intéressant. Sauf que voilà, les 5 premières minutes, on s'endort sur une action et ça nous coûte le match. Et puis derrière, vous devez courir après le score. Mais on a quand même le sentiment que... Plus le match avance, Lokeren a les moyens de revendiquer un point. Qu'est-ce qui a manqué finalement? Écoutez, étant impliqué sur une action, on va dire litigieuse, je dirais que ce genre de choses a joué, clairement. C'est pénalty clairement pour vous? Clairement, ça veut dire qu'il n'y a aucune discussion possible. C'est 100% pénalty. Et je pense que tout le monde, aussi bien l'assistant que le central, sont bien placés. Donc c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre. Maintenant, au-delà de ça aussi, comme vous l'avez dit, on a montré qu'on pouvait revenir. Il nous a manqué quelque chose. On a quand même eu quelques petits trucs, quelques petites miettes à se mettre sous la bouche dans la surface. Maintenant, on n'a pas concrétisé. Ça fait 2 matchs qu'on ne marque pas. Et si on ne marque pas, c'est difficile de prendre des points. Il va falloir donc le faire la semaine prochaine en déplacement chez une des grosses écuries de la saison, enfin apparemment de la saison, hein, à confirmer évidemment, Zulte Waregem. Peut-être quelque chose à faire là-bas, hein, puisqu'on sait que l'équipe n'est pas très très forte à domicile ces derniers temps. Écoutez, nous, peu importe, je pense que peu importe l'adversaire, surtout dans une période comme celle-ci, je pense qu'on ne va pas regarder qui est l'adversaire, qui est sur le papier. On va faire notre truc et on va taper sur le clou jusqu'à ce qu'il s'enfonce. Merci Mohamed Soumaré, merci. Bon courage. Hans Cornelis, Lokeren Temse begint met 0-6 aan zijn profverhaal. Welk gevoel overheerst nu na deze 90 minuten? Teleurstelling in eerste geval. Als je opnieuw de wedstrijd analyseert, hebben we de kansen gehad. Maar we nemen onze momenten niet. Oké, je komt snel 1-0 achter door een ingestudeerd nummer. Maar dan, denk ik, na 20, 25 minuten neem je de wedstrijd in handen. Maar we nemen onze momenten niet. Een paar keer tegenslag, ook met arbitrale beslissingen. Offside van Mo die geen is. Penalty die je niet krijgt. Dat speelt allemaal mee. En dan kan je nu wel klagen, maar we hebben onze momenten gewoon niet genomen. Uiteindelijk dan de tweede helft. Komen jullie toch iets scherper uit de kleedkamer, heb ik de indruk. Wat heb je tegen de spelers gezegd? Ik miste een beetje vertrouwen in de eerste helft. In veel fases zag je dat spelers sukkelden met hun controle soms. Of de bal gewoon buiten knallen, terwijl dat ligt niet aan ons. En dan proberen ze vertrouwen te geven. Dat was voornamelijk omdat ik dat wel miste in de eerste helft. Maar ja, anders heeft Fran Morijn geen kansen gekregen. Oké, een afvallende bal op de deklat is aan kans. Oké, ja, dat is goed gedaan.
Maar voor de rest hebben ze niks gecreëerd. En het was aan ons om dat vertrouwen op te krikken met een doelpuntje. En soms eens geluk te hebben. En dat hebben we niet gehad. Heb je het gevoel dat er bij sommige spelers nog wat angst is om hun plekje in het profvoetbal te zoeken? Ja, ik denk dat het voor mij moeilijk is om dat te analyseren. Nee, het hoofd in het hoofd van de spelers kruipen is moeilijk. Maar bij sommigen heb ik wel gezien dat er een bepaalde angst is. Is dat angst of vertrouwen? Dat is wat ik het raadsel heb. Je hoort ook in de wandelgangen, coach, dat er toch nog 3 à 4 nieuwe namen handig zouden zijn om aan de kern toe te voegen. Bent u van diezelfde mening? In de wandel, iedereen heeft zijn mening, maar ik heb wel een mening dat er wel nog spelers moeten bijkomen. En dat spreken wij door met het bestuur en dat weten we. Omdat onze wisselmogelijkheden zijn vrij beperkt. En puur voor de concurrentie aan te scherpen is dat heel belangrijk. En dat zal moeten gebeuren. Ja. We zijn nu natuurlijk heel vroeg na de wedstrijd. Wat neem je mee naar volgende week? Het positieve ook, omdat we staan met 0-6, maar het is heel belangrijk als je de tweede helft ziet dat we wel domineren. En het is misschien logisch, ze hebben een voorsprong te verdedigen. Maar als je de wedstrijd analyseert, moeten wij gewoon onze kansen afmaken. En dat is ook een deel van vertrouwen en kwaliteit. En daar moeten we aan werken. Dank u wel, coach.